Net over de grens in Den Bosch ligt de showroom van Nedis, een elektro-groothandel. Vandaag de dag zetten zij zich voornamelijk in voor slimme producten in en om de woning. Slimme verlichting is voor iedereen bekend. Wat het precies inhoudt is dat je heel gemakkelijk met je stem of met je telefoon lichten aan en uit kan zetten. Je kan ze laten dimmen, maar je kan ze ook van kleur laten veranderen. Daarnaast, als je bijvoorbeeld op vakantie bent, kun je instellen dat je vanaf je vakantieadres de lichten aan en uit laat gaan voor de veiligheid. Verder kun je het echt super gemakkelijk installeren. Je hoeft eigenlijk alleen maar het peertje erin te draaien en de koppeling te maken met wifi op je telefoon. Nou, de reden dat mensen een slim product in huis halen is vooral voor het gemak, maar ook voor veiligheid en duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan de lampen, die kun je automatisch op gezette tijden uit laten schakelen. Bijvoorbeeld als je naar bed gaat, dan gaan de lichten gewoon vanzelf uit. Dat bespaart natuurlijk energie. Ja, de videodeurbel is een van de nieuwere producten op het gebied van slimme producten. En dat biedt voornamelijk een meerwaarde omdat je op elk moment kan zien wie er voor de deur staat. Dus als je bij wijze van boven bezig bent, kijk je op je telefoon, komt er een foto binnen. En daarnaast kan je zelfs met die persoon in gesprek gaan door middel van een videocamera. Dus dat biedt zeker heel veel veiligheid. Er zijn heel wat producten die je in de toekomst nog kan verwachten. Denk bijvoorbeeld aan een waterkoker, super praktisch. Door die in een smart jasje te steken kan je het bijvoorbeeld zo instellen dat wanneer je om 7 uur naar je werk gaat, om 7:10 het water al gekookt is en je gelijk je theetje kan drinken als je dan beneden bent. Of bijvoorbeeld een kattenvoerdispenser. Ben je een weekendje weg en je kat moet natuurlijk eten hebben, dan gaat deze op gezette tijden het voer geven.